Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Roel Maria Michael Bogy het academisch proefschrift getiteld No More Hide and Seek Strategies to Optimize Diagnosis and Endoscopic Treatment of Complex Colorectal Neoplasms in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Geachte prorector, leden van de corona en alle andere aanwezigen. Hartelijk dank voor de komst naar de verdediging van mijn proefschrift getiteld No More Hide and Seek Strategies to Optimize Diagnosis and Endoscopic Treatment of Complex Colorectal Neoplasms. Oftewel, geen verstoppertje meer. Strategieën om de diagnose en endoscopische behandeling van complexe colorectale polypen te verbeteren. De komende 15 minuten ga ik jullie vertellen waar dit proefschrift over gaat. Ik zal beginnen met een korte introductie over het onderwerp. Vervolgens zal ik een aantal studies uit deel 1 en 2 van dit proefschrift verder toelichten. En ik zal afsluiten met de belangrijkste conclusies. Darmkanker is een van de meest voorkomende darmkankers in Nederland. Afgelopen jaar kregen 13.000 mensen de diagnose darmkanker. Darmkanker ontwikkelt zich uit darmpolypen. Dit zijn afwijkingen in het slijmvlies van de dikke darm die in verloop van jaren langzaam kunnen groeien en uiteindelijk kunnen overgaan tot kanker. Met coloscopie, oftewel darmonderzoek, kan darmkanker worden voorkomen door de opsporing en verwijdering van deze polypen. Bij coloscopie wordt een flexibele slang met aan het uiteinde een camera en lichtbron via de anus door de gehele dikke darm opgevoerd, zoals u hier een illustratie van ziet. Om het slijmvlies goed te kunnen beoordelen moet de darm leeg zijn. Daarom moeten patiënten vooraf laxeren zodat het goed schoon is. Naast het opsporen van polypen en kankers kunnen ook andere afwijkingen worden gezien, zoals divertikels, ontstekingen en oorzaken van bloedingen. Coloscopie helpt dus om darmkanker te voorkomen, want voorstadia, de polypen, en vroegstadia darmkanker kunnen worden opgespoord en verwijderd. Toch zijn er patiënten die darmkanker blijken te hebben, terwijl ze in de jaren daarvoor afgaand nog een coloscopie hebben ondergaan. Wanneer darmkanker in de jaren na een coloscopie optreedt, is dit een probleem met impact voor zowel patiënt als endoscopist. Wanneer darmkanker binnen 10 jaar na een coloscopie optreedt, wordt dit postcoloscopie darmkanker genoemd. Hoe ontstaat postcoloscopie darmkanker? Er zijn meerdere oorzaken die daartoe kunnen leiden. Zo kan een eerder darmonderzoek van onvoldoende kwaliteit zijn gebleken, waar bijvoorbeeld nog resten ontlasting aanwezig waren, waarbij niet het begin van de dikke darm is bereikt, of waarbij te snel met de endoscoop is teruggetrokken. Ook kan een polyp niet gezien zijn, bijvoorbeeld omdat deze achter een plooi lag. Op het linkerplaatje ziet u een darm die onvoldoende is voorbereid. Rechts ziet u een kleine vlakke polyp. U kunt zich voorstellen dat deze polyp zich makkelijk achter een beetje ontlasting of achter een plooi kan verschuilen. Ook kan het zo zijn dat een polyp wel is gezien, maar dat deze niet of niet volledig is verwijderd, waardoor bijvoorbeeld een rest is kunnen doorgroeien. Op het linkerplaatje ziet u een vlakke polyp die is opgetild met blauwe vloeistof om de verwijdering te vergemakkelijken. Rechts ziet u het resultaat na verwijdering, waarbij u tussen de rode stippenlijn een kleine rest kan zien. Verder wordt er nog gedacht dat sommige polypen mogelijk sneller uitgroeien tot darmkanker, waardoor deze bij de eerdere coloscopie nog niet of te klein waren te kunnen zien. Darmpolypen komen voor in meerdere vormen. Ze kunnen gesteeld zijn, bolvormig of vlak, waarbij ze nauwelijks uitsteken boven het slijmvlies. Op onderstaande illustratie ziet u de verschillende vormen polypen. Ook op basis van celtype zijn er verschillende polypen, waarbij polypen van bepaalde celtypes een veel bleker aspect hebben. Vooral de vlakke en bleke polypen zijn daarbij makkelijker te missen tijdens coloscopie. In algemeenheid geldt verder dat hoe groter de polyp is, hoe hoger het risico op darmkanker is. In dit proefschrift is er speciale aandacht voor de laterally spreading tumors, te vertalen als zijwaarts groeiende tumoren. Ondanks de term tumor gaat het hier over een polyp die gedefinieerd was als een vlakke polyp van minimaal 10 mm grootte. Op dit plaatje zien we een voorbeeld van zo'n polyp, die hier met de markering wat duidelijker wordt weergegeven. In het echt kunnen we blauwe kleurstof gebruiken om deze polypen beter te zien, zoals u op deze tweede foto ziet. In de rest van deze presentatie zal ik deze polypen gemakshalve vlakke polypen noemen.
In het eerste deel van de proefschrift hebben we een aantal studies gedaan aan grote vlakke polypen. Daarbij hebben we een aantal onderzoeksvragen gesteld die u hier kan zien. Twee van deze vragen ga ik beantwoorden aan de hand van de resultaten uit hoofdstuk 3 en 4. Deze vragen zijn: hoe vaak komen grote vlakke polypen, hun subtypes en de aanwezigheid van kankercellen hierin voor? En wat is het risico op het ontwikkelen van nieuwe polypen bij patiënten met grote vlakke polypen? Hoe vaak grote vlakke polypen voorkomen en hoe vaak er kankercellen in aanwezig zijn, hebben we bekeken aan de hand van alle studies die wereldwijd gepubliceerd waren hierover. In 2018 waren er 48 bruikbare studies met data over grote vlakke polypen. Al deze data hebben we samengevoegd tot een nieuwe hierop een nieuwe berekening gedaan, een zogenaamde meta-analyse. Verder hadden we de beschikking over een database met daarin alle polypen en coloscopieën uit het Maastricht Universitair Medisch Centrum tussen 2008 en 2012. Deze database werd aangevuld met de gegevens van vervolgcoloscopieën tot in 2018. Grote vlakke polypen bleken uit de wereldwijde data voor te komen bij 0,8% van alle verrichte coloscopieën. Bij deze grote vlakke polypen waren er in 8,5% al kankercellen aanwezig bij diagnose en 61% bleek een hobbelig oppervlakte te hebben. Kijkend naar de lokale database zagen we dat in 2,3% van alle coloscopieën een grote vlakke polyp voorkwam en dat bij deze polypen in 6,2% kankercellen voorkwamen. Slechts 27% van deze polypen was hobbelig. Er zijn dus nogal wat verschillen tussen deze data. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de lokale database gevormd is na een training over vlakke polypen, waardoor de endoscopisten mogelijk extra alert waren. Ook werd destijds minder vaak een screeningcoloscopie hier lokaal uitgevoerd, terwijl dit in bepaalde delen van de wereld al heel gebruikelijk was. Betreffend het verschil in oppervlakte hebben wij ook de bleke type polypen meegenomen, die over het algemeen altijd vlak zijn en niet hobbelig. Grote vlakke polypen worden dus ingedeeld in het hebben van hobbels of niet. Links ziet u de vlakke types die geen hobbels hebben. Wanneer er kan een indeuking aanwezig zijn in zo'n vlakke polyp. Bij de hobbelige vlakke polypen kan er een grote hobbel aanwezig zijn die vaak ook anders uitziet dan zijn omgeving. Dit zijn de vier belangrijke subtypes. Dit figuur laat verder zien dat het voorkomen per subtype nogal verschilt. Over het algemeen geldt dat de hobbelige types het meeste voorkomen. En dan vooral het hobbelige type met hobbels van gelijke grootte. De vlakke polyp met indeuking komt het minste voor. Als we kijken naar het voorkomen van kankercellen, zien we dat dit zeldzaam is bij de hobbelige polypen met hobbels van gelijke grootte, maar bij bijna 1/3 van de vlakke polypen met indeuking voorkomt. Wanneer er een grote hobbel aanwezig is, is het risico op darmkanker ook veel groter. Het is dus belangrijk om deze polypen in te delen op vorm om een goede inschatting te kunnen maken op het voorkomen van kankercellen. Dit is ook weer belangrijk voor een goede keuze behandeling te kunnen maken. We hebben ook gekeken naar hoe de grote vlakke polypen verwijderd zijn in het Maastricht Universitair Medisch Centrum tussen 2008 en 2012. Om een goede beoordeling door de patholoog mogelijk te maken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk polypen er in één stuk worden uitgehaald. Dit kan echter moeilijk zijn. Deze grafiek laat zien dat in het eerste jaar 17% van de grote vlakke polypen uiteindelijk door de chirurg werd verwijderd en dat dit 12% was in het vierde jaar. In het eerste jaar werd 30% er endoscopisch in één geheel uitgehaald door de endoscopist en dit steeg naar 50% in het vierde jaar. Er lijkt dus een leerproces te zijn. Vervolgens hebben we gekeken naar de bevindingen van patiënten met grote vlakke polypen en deze vergeleken met die van patiënten met grote niet-vlakke polypen. We zagen dat patiënten met grote vlakke polypen tijdens de eerste coloscopie meer polypen in totaliteit hadden. Ook bleken ze tijdens de vervolgcoloscopieën meer polypen te hebben en dan specifiek ook meer vlakke polypen. Daarbij zagen we dat in deze nieuwe polypen ook al vaker onrustige cellen aanwezig waren. Al deze resultaten suggereren dan ook dat patiënten met grote vlakke polypen mogelijk kunnen profiteren van een striktere opvolging qua coloscopieën dan alle andere patiënten met polypen. In het tweede deel van het proefschrift hebben we naar de postcoloscopie darmkankers gekeken. Ook hier hebben we een aantal vragen vooraf gesteld die u hier weer ziet.
Ook hier zullen we twee van deze vragen gaan beantwoorden aan de hand van de resultaten van hoofdstuk 9 en 10. De vragen waren: kan training naar opsporing en behandeling van vlakke polypen helpen om postcoloscopie-darmkankers te voorkomen? En hebben postcoloscopie-darmkankers andere genetische eigenschappen dan standaarddarmkankers? Zoals eerder benoemd kregen alle endoscopisten in het Maastricht Universitair Medisch Centrum begin 2008 een training naar het detecteren en opsporen van vlakke polypen. Hierna was er ook blijvend aandacht voor dit onderwerp. Aangezien een betere opsporing van vlakke polypen mogelijk leidt tot een minder voorkomen van postcoloscopie-darmkankers, hebben we gekeken of het voorkomen van postcoloscopie-darmkankers voor en na training verschilt. In dit diagram ziet u een blauwe lijn die het totaal aantal uitgevoerde coloscopieën voor en na training laat zien. De rode staven laten het absoluut aantal coloscopieën zien waarna een postcoloscopie-darmkanker is opgetreden. Zoals u ziet is het aantal coloscopieën dat is uitgevoerd na training hoger, maar is het aantal coloscopieën waarna een darmkanker is opgetreden juist lager. Deze schatting toont ongeveer een halvering in het voorkomen van postcoloscopie darmkankers na training. Bij de kankers die zijn opgetreden lijkt erop dat bijna de helft van deze kankers waarschijnlijk veroorzaakt zijn door gemiste polypen. Om te onderzoeken of postcoloscopie-darmkankers anders groeien, zoals bijvoorbeeld sneller of uit vlakke polypen, hebben we DNA van 151 postcoloscopie-darmkankers vergeleken met dat van standaarddarmkankers. We hebben daarbij gekeken naar bekende DNA-mutaties van darmkanker, maar ook naar veranderingen in alle chromosomen. Vervolgens hebben we de veel voorkomende DNA-veranderingen laten groeperen door de computer. Dit heet clustering. Hierbij kunnen de darmkankers zien als een soort blaadjes aan een boom, waarbij de computer gaat kijken welke blaadjes samen op een takje zitten, welke takjes samenvloeien en welke takjes waar op de stam uitkomen. Deze analyse liet zien dat bepaalde eigenschappen vaak samen voorkwamen. In dit figuur ziet u links een op de zijde liggend boomdiagram, met in blauw, groen en rood de drie hoofdtakken. Daarachter ziet u allemaal streepjes waarbij elke rij een darmkanker voorstelt en waarbij een oranje eigenschap betekent dat het afwijkend DNA is en een blauw streepje dat deze eigenschap normaal is. De computer heeft dan de casussen gesorteerd op basis van eigenschappen en we zien dat de oranje blokjes op bepaalde plaatsen meer voorkomen. We weten dat darmkankers via drie biologische routes ontstaan. En deze drie routes blijken overeen te komen met de drie verschillende hoofdtakken die de computer heeft laten zien. Wat we ook zagen is dat postcoloscopie darmkankers onevenredig vaak in tak 1 en 2 voorkwamen. En dit komt overeen met biologische routes die vaak worden gezien bij een type bleke en vlakke polyp. Op basis van deze resultaten kunnen we een aantal conclusies trekken. Allereerst hebben we aangetoond dat grote vlakke polypen in 1-2% van alle coloscopieën voorkomen. Ze zijn moeilijker te herkennen en worden daardoor waarschijnlijker vaker gemist. Daarbij is het risico op kanker in deze polypen toegenomen en dit is sterk afhankelijk van het type vlakke polyp. Verder hebben we laten zien dat patiënten met grote vlakke polypen een hoger risico hebben op het opnieuw ontwikkelen van polypen en dan met name ook van nieuwe vlakke polypen. Kijkend naar de postcoloscopie darmkankers hebben we laten zien dat deze waarschijnlijk voor een groot deel uit vlakke en bleke polypen ontstaan. Ook hebben we laten zien dat training van endoscopisten in het herkennen van vlakke polypen daarom heel belangrijk is, evenals een hoge kwaliteit coloscopie, om zo weinig mogelijk polypen te missen. Al deze resultaten suggereren dan ook dat een betere opsporing en behandeling van polypen waarschijnlijk het meeste zullen bijdragen aan het voorkomen van postcoloscopie darmkanker. Oftewel, dat polypen niet meer de kans krijgen zich te verstoppen. Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht. Dan geef ik nu het woord terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal nu worden geopend door professor Schoon, hoogleraar endoscopische oncologie aan deze instelling. Professor Schoon was voorzitter van de beoordelingscommissie en is secretaris van deze promotiecommissie. Dank u wel, meneer de prorector.
Geachte promovendus, graag wil ik beginnen met u en uw promotieteam van harte te feliciteren met het fraaie proefschrift, lijvig proefschrift en de resultaten van de publicaties. Complimenten ook over de layout, waarin het neoplasma in het colon ook zeer fraai en grafisch is weergegeven. Graag wil ik met u van gedachten wisselen over de opvallende en mogelijk licht prikkelende titel No More Hide and Seek. U heeft het zojuist ook even genoemd, maar ik ben al even de enige tijd MDL-arts zelf en verstoppertjespijl hebben we nog niet aan gedaan, meen ik. Maar kunt u uitleggen wat u daar exact mee bedoelt met deze prikkelende titel en tevens aan uw hand van uw wetenschappelijk werk hier argumenten voor geven? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw mooie woorden en ook dank voor uw vraag. De titel suggereert misschien dat het om een spelletje gaat, maar dat gaat het zeker niet. Wat we zien is dat ondanks we de afgelopen jaren enorme vooruitgang hebben geboekt in de techniek, dat we hele goede richtlijnen hebben, dat we nog steeds zien dat er toch darmkanker optreedt nadat patiënten een coloscopie hebben ondergaan. En wat we in dit proefschrift laten zien, is dat er verschillende hypotheses zijn hoe dit kan gebeuren. Onder andere is een belangrijke hypothese geweest dat het mogelijk om een subtype polyp gaat die misschien sneller uitgroeit of via een heel ander mechanisme, waardoor wij eigenlijk altijd te laat erbij zijn. Dat waarschijnlijk die tijd tussen het begin van iets wat we kunnen detecteren en eigenlijk al kanker, dat sneller zou zijn. Nou, daarom hebben we dus ook onder andere die moleculaire studie gedaan. En daaruit kwam eigenlijk naar voren dat deze darmkankers ontstaan volgens de bekende routes. En ook qua mutaties niks aparts laten zien. Met andere woorden, dat is een extra argument dat het waarschijnlijk niet een heel nieuw type lesie is wat daaronderliggend is, maar dat het gewoon de bekende polypen zijn. Daarbij zien we ook vanuit andere studies, dat hoe hoger de kwaliteit van een coloscopie, hoe lager het aantal postcoloscopie darmkankers is bij een instelling of endoscopist. Met andere woorden, we missen dus waarschijnlijk een aantal polypen. En, als ik u even mag onderbreken hierop, want u snijdt hier mijn volgende punt aan eigenlijk. U schrijft bij die aanwezigheid van die metachrone neoplasie bij patiënten met lateral spreading tumors tijdens de surveillance in hoofdstuk 4, pagina 73. En u schrijft hier dat er meer metachrone lesies worden gevonden bij patiënten met lateral spreading tumors dan met grote polypen. En u had het juist over de kwaliteit. Is er dan goed genoeg gekeken bij de indexcoloscopie? Is dat de verklaring of zijn er andere factoren? Dat is een goed punt. Dat kunnen we natuurlijk niet 100% uitsluiten. We hebben daar wel voor gepoogd te corrigeren. Wat we in ieder geval zien is dat we ook tijdens de eerste coloscopie meer lesies hadden. Dus mogelijk dat een endoscopist wat vermoeid raakt en misschien daardoor net wat minder goed bepaalde segmenten heeft bekeken. We hebben dit inmiddels ook in wat andere studies gezien dat dit effect er is. Maar ja, dat blijft hoe dan ook een portie polypen wat dus gemist wordt waarschijnlijk. En of het inderdaad nou volledig nieuwe groei is of een deel gemiste polypen, dat zal moeten blijken. Maar de praktijk laat wel zien dat deze patiënten dus bij de volgende scopie meer polypen hebben. Dus dat er waarschijnlijk ook wel het risico hoger is, aangezien er ook echt wel hooggradige dysplasie dan tussen zit. En het is natuurlijk, we weten allemaal dat soms is er een klein polypje wat je gezien hebt. En dan is het hartstikke moeilijk om hem op de terugweg nog te vinden in hetzelfde segment. En zo zijn er mogelijk ook polypen die je gewoon helemaal niet ziet. Dus het blijft toch een kwestie dat ze zich nog weten te verstoppen. En als we dat kunnen
zo goed mogelijk daar technologieën voor vinden waardoor dit een stuk minder wordt, dan zal dat waarschijnlijk het meeste bijdragen aan het probleem postcoloscopiedarmkanker. Ja, dank u wel. Ja, u heeft net een hele fraaie grafiek uitgelegd, inderdaad, ten aanzien van hoofdstuk 10, die genetische verschillen, hè, in die polypen. Maar, en dat geeft u ook als hypothese ten aanzien van groot LST hebt, dat er dan ook vaak meerdere polypen gevonden worden. Heeft u hier ook genetisch bewijs voor geleverd? Is dat in de literatuur beschreven? U zegt de underlying genetic predisposition en undiscovered environmental factors kunnen een rol spelen. Dus zowel de genetica als de omgevingsfactoren, daar zou ik nog wel iets over willen weten. Nou, daar hebben we niet specifiek bewijs voor gevonden. Wat wel zo is dat er wereldwijd best wel een aantal studies gedaan zijn naar het genetisch profiel van LST's. En daar komen eigenlijk verrassend teleurstellende resultaten uit. Eigenlijk wordt iedere keer weer gezien dat de mutaties in deze polypen grotendeels hetzelfde zijn als in de bekende polypoïde polypen. Dus dat ze eigenlijk ook volgens dezelfde routes lijken te gaan die we kennen. En dit gebeurt dus ook bij de postcoloscopie darmkankers. Die gaan ook volgens de routes die we kennen. Dus eigenlijk betekent het ook dat het bewijs wat er is ook niet uitsluit dat LST's een PCCRC kunnen veroorzaken. Het is ook wel zo dat er nog heel weinig studies zijn naar bijvoorbeeld de epigenetica en andere factoren. We weten nog steeds niet goed waarom nou de ene polyp met dezelfde soort mutaties vlak groeit en de andere juist polypoïd. Daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Maar er zijn wel wat aanwijzingen in dat veld dat er mogelijk andere dingen meespelen dan alleen puur de mutaties van het CRC-pathway. Heel hartelijk dank voor uw duidelijke antwoorden. In het kader van de tijd geef ik het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Siersema, hoogleraar endoscopische gastrointestinale oncologie aan Radboud UMC Nijmegen. Professor Siersema was lid van de beoordelingscommissie en wij stellen uw aanwezigheid tijdens deze academische plechtigheid ten zeerste op prijs. Professor Siersema. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de promovendus, ik heb met heel veel plezier uw proefschrift gelezen. Volgens mij is het gedrukt op recycled papier. En daar wil ik u ook een compliment bij geven. Dus dat is denk ik een goede stap wat meer promovendi hopelijk gaan doen. Ik wilde met u van gedachten wisselen over hoofdstuk 8. Ik denk dat hoofdstuk misschien samengevat kan worden is als het feit dat er nog steeds kleine polypen zijn die zich voor het oog van de endoscopist verstoppen. Bent u het daarmee eens? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw mooie woorden en uw vraag. Ben ik het daarmee eens? Ja, een groot deel van de polypen zullen zich inderdaad nog steeds weten te ontkomen aan ons zicht. Ik denk dat voor een groot deel wel de gemiste polypen verklaart als je ziet naar welke stappen er al zijn gemaakt in de kwaliteit van coloscopie. Maar goed, dat is een beetje teleurstellend misschien van dit hoofdstuk dat we nog niet helemaal in staat zijn om ook al die kleine polypjes voldoende te detecteren. Ik zag overigens dat u deze studie uitgevoerd heeft in de periode 2014-2015. Niet alleen u, maar ook uw mede-auteurs. En u heeft het gepubliceerd in 2020. De vraag is natuurlijk dan altijd, wat is daar de reden van? Heeft u niet eerder tijd gehad of heeft u de patiënten langer vervolgd? Was er een andere reden voor? We hebben het nog steeds over hoofdstuk 8, begrijp ik, hè? Jazeker. Kan ook hoor. Hoofdstuk 8, dat gaat over de optische diagnostiek in het bevolkingsonderzoek. Daar hebben we inderdaad wel de eerste jaren gebruikt van het bevolkingsonderzoek. En daar hadden we dus ook natuurlijk een aantal jaren nodig om de follow-up te hebben, bijvoorbeeld van de resecties. Dus daar is inderdaad wel wat tijd overheen gegaan.
Dus dat is de verklaring inderdaad. Ja. Goed, dan heb ik een volgende vraag. En die gaat over het feit dat ik hoor mijzelf als een echo. Dat is een beetje vervelend. Maar nu is dat weg, gelukkig. U schrijft dat de optische diagnose in academische centra over het algemeen beter is dan in niet-academische centra. En dan kijk ik naar tabel 8.2 van hoofdstuk 8 en dan zie ik eigenlijk niet heel veel verschil. Dat schrijft hij ook, hè? Dat is niet dus geen verschil tussen academische en niet-academische centra. Daar is ongetwijfeld een verklaring voor. Heeft u die? Dat er geen verschil is of dat we juist dat misschien wel verwachten? Dit is allemaal data uit de setting van het bevolkingsonderzoek. En de richtlijn van het RIVM is gewoon heel strikt ook wie bevolkingsonderzoek coloscopieën mag doen. Denk ik. Waar het over gaat is dat u zegt dat de optische diagnostiek in academische centra beter is dan in niet-academische. Dat is althans uit de literatuur bekend. En nu krijg ik de indruk uit de 8.2... dat er geen verschil is tussen academische en niet-academische centra in het aantal polypen wat gedetecteerd wordt. Maak ik hier een denkfout of kunt u me helpen daarbij? Nou, het zijn natuurlijk allemaal getrainde mensen. Zowel de mensen in de academie als in de niet-academie hebben de e-learnings naar polypdetectie allemaal moeten doorlopen. En ook worden ook getoetst op basis van bepaalde kwaliteitseisen. Dus ik denk dat we hier wel kijken naar een geselecteerde populatie endoscopisten, waarbij in principe iedereen ook vooraf een bepaalde mate van training heeft gehad voordat ze mochten deelnemen aan een bevolkingsonderzoek. En dat was natuurlijk in die jaren ook vers. Ja, dus eigenlijk is de conclusie dat de gemiddelde endoscopist in Nederland beter is dan in het buitenland. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ik denk dat je wel kan zeggen dat in ieder geval die kwaliteitsstandaard en die gestandardiseerde training voor alle endoscopisten, dat het wel zijn vruchten afwerpt, dat er toch in ieder geval een minimaal niveau wordt gehaald onder alle BVO-coloscopisten. Ja, dat ben ik wel met u eens. Ik wil eigenlijk even nog naar de volgende vraag gaan. En dat is, ik las ook dat in het rectum sigmoïd, dat daarvan van de diminutive polypen die u daar gezien heeft, dat 12% verkeerd was ingeschat. Dat vond ik, is dat hoog of is dat niet hoog? Wat is uw inschatting daarvan? Nou, op zich is het, had ik het misschien iets lager verwacht. Maar de vraag is natuurlijk ook vooral, wat is de consequentie ervan? Want we zagen ook dat de verkeerde inschatting bij bijvoorbeeld een resect- en discard-strategie heel anders is dan bij een diagnose en leave. Als je de polyp toch verwijdert, dan je hebt eigenlijk een adenoom verwijderd terwijl je dacht dat het een hyperplastische was, dan heeft dat hooguit wat invloed op het surveillance-interval. Maar dan hebben we niet een polyp die kan blijven doorgroeien. Dus ik denk ook dat of je dat hoog of laag vindt, dat hangt ook heel erg af van de consequenties die het heeft. En de consequenties zijn heel erg afhankelijk van het type strategie wat je toepast. Ja, dat ben ik met u eens. Dan is het misschien toch wel verbazend dat van die diminutieve polypen die gevonden werden door het hele colon rectum heen, dat daarvan 3 een carcinoom waren. Als ik dat uitreken, dan is dat percentage hoger dan in de literatuur werd gevonden. Vond u dat verbazend? Ja, dat is zeker verbazend. Dat is inderdaad hoog. Ja. Maar ook dat er 3 polypen zijn, zulke kleine polypen waar ook een carcinoom in zit. Hè? Dat is toch eigenlijk heel zeldzaam. Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook heel hoog vind. Je verwacht überhaupt niet. Ja, ik wou zeggen, en ook nog 2 lymfomen die daarin zaten. Dat is, ja, dat maakt het allemaal vrij hoog, hè? En dat geeft ook onrustig gevoel natuurlijk. Ja. Ja, het is gewoon inderdaad, je verwacht eigenlijk bij zo'n kleine polype helemaal niet, op zo'n groep eigenlijk helemaal geen carcinoom daarin. Dat klopt. Is dat toeval of is dat omdat het Zuid-Limburg is? Wat denkt u? Je vraagt je bijna af of niet bijvoorbeeld een stuk van de polype gemist kan zijn.
dat het helemaal niet om een kleine polyp gaat. Dat het toch bijvoorbeeld een grotere polyp in werkelijkheid was. Waar een stuk gemist is. Dat we hier te maken hebben met sampling error bij de PA. Dus niet dat we nou bij deze scopieën verder een carcinoom zagen. Maar ja, je moet ook aan allemaal dat soort gekke dingen dan gaan denken. Maar het is inderdaad wel een hele opmerkelijke bevinding. Ik ben het met u eens. Ik wil u bedanken voor uw antwoord en ik geef het woord graag terug aan meneer de prorector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Graps, hoogleraar gastrointestinal cancer pathology aan deze instelling. Professor Graps was ook lid van de beoordelingscommissie. Geachte promovendus, first of all I would like to congratulate you and the supervision team for this comprehensive book, which was really a pleasure to read. And half of the book is about laterally spreading tumors. And so I would like to have some discussions about them. And your definition is endoscopic morphologic classification regardless of histology. But how can this be that there is no relationship between macroscopic and microscopic? Do you have any suggestion for that? Highly esteemed opponent. Thank you very much for your question. We used the definition which was applied by several Japanese investigators who already had this definition in the 1990s. At that time, there was a lot less to do with optical assessment of polyps, and they then wanted to use an endoscopic classification which would be practical. And then in the next years, you see that several research groups used the histology and they only applied laterally spreading tumors to the adenomas. However, there were also a lot of studies which applied it to also to sessile serrated lesions. And it is still sometimes difficult to distinguish those two during endoscopy. So, and if it is still difficult to distinguish those, it is also important for the resection to do the resection if it could be a lesion with a high chance of covered submucosal invasion, and so in that way I think that that's the case why we used the classical mm-hmm. definition. But of course, they are completely different polyps if it is a sessile serrated lesion or an adenoma. But for the morphology and for the implications for resection, it is less different. So there's still some work to be done to understand this between in a collaboration between endoscopists and maybe pathologists. Another, you just said for another question that there are some studies that try to understand this very peculiar growth pattern of going laterally. Do you think that this, whatever is happening there, is similar to what we see in other tumors? Because we see lateral spreading gastric cancer. We also have lateral spreading skin cancers. Do you think they have something in common? That could be. There is a study which shows that epigenetically the laterally spreading tumor is different, and it looks like the axonal guidance system is different for the laterally spreading tumors in comparison with the polypoid lesions, and that could also explain why they have a different growth axis. So what isn't clear is why the axonal guidance system is
in this balance. And yeah, of course, that could also have implications for treatment and maybe for biomarkers for detection. But if it is the same as in gastric cancer, that I'm not for sure. That's something I don't know. No, I don't know either, but that could be something where if you're not only focusing on your area, but you're looking beyond, and you may just learn from other cancers if something is detected. Then in chapter two, you have this very comprehensive inter-observer agreement study, and you're calculating a lot of coefficients and several different kappa values, pairwise agreement. And so I'm looking at this table and then wonder which one is now the one I need to look for to find the most important information. What is the difference? Why do we need to calculate so many coefficients? Well, that was because of the size of the groups. So we used we hadn't a gold standard for the morphology of these LSTs. So we took a whole collection of images, and then we let the experts rate those. So we didn't know beforehand that we could have 25% of each subtype. So that wasn't the case. So and if you have groups of different sizes, then the kappa value isn't that good anymore. So you can have an underestimation of the inter-observer agreement. So we reported it to be able to compare it with different studies, but the GWAS AC1 that is more suitable for this inter-observer agreement when you have groups of different sizes. So that's the reason why we reported that many numbers. So if we only can do one, you would do which one? AC1, yes. Okay, so that's very informative. And then maybe one last question, maybe also a bit provocative. The prevalence of the lateral spreading tumors is low, so 1 to 2%. So I would wonder, is it really worth the effort? So you're making all this extra training and all this effort to find them for 1%? Well, it is at least in 1% of all colonoscopies, and it is even a little bit higher during the first years of the national screening program. And 10% of these lesions have already submucosal invasion. And so it does matter for the resection, because these are the polyps that are really hard to resect endoscopically. And it has to be done at a certain way with a lot of experience to have complete resections. And so they are much more relevant in practice than the small sessile lesions, which we see a lot. But those aren't that hard to resect. So that's why this topic is important, I think. Okay. Yeah, thank you very much. Ik geef het woord terug aan het prorector. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door dokter Koch, MDL-arts aan het Erasmus Medisch Centrum. Hij was ook lid van de beoordelingscommissie. En ook voor u, hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze plechtigheid. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, allereerst van harte gefeliciteerd met dit prachtige proefschrift en ook aan de promotor en co-promotoren. Ik heb dat met veel plezier gelezen en ik denk zeker dat het heel veel belangrijke dingen voor ons in de dagelijkse praktijk in zich heeft. Ik wil nog even doorgaan op hoofdstuk 2. Ik heb wat interesse in training en dat soort dingen, dus deze hoofdstukken hadden zeker mijn interesse. Het gaat over het trainen in het herkennen van de LST's. Nou vind ik, als ik de resultaten bekijk, vind ik het erg jammer dat de slechtste score dus eigenlijk valt in de hoek van de non-granular LST's. En dat zijn nou net de lesies waar de kans op submucosale invasie het hoogst is. En dat blijft zo, ook na de training. Dus ja, hoe moeten we dat nou verklaren? Waarom is dat resultaat zo slecht? En hoe zouden we daar moeten verbeteren?
Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw mooie woorden en ook voor uw vraag. Ja, het klopt inderdaad dat dat tegenvalt. Als je gaat kijken, dan is het dus ook moeilijk om een pseudodepressie te herkennen voor de getrainde mensen. En dat is denk ik nog het meest relevant als je gaat kijken naar het risico op submucosale invasie. Maar ook het hebben van granules of niet is soms moeilijk. En wat ik zelf nog wel eens in discussies tegenkwam, is dat je hebt van die hele vlakke non-granulaire lesies, waar een soort lijnen doorheen lopen. Die worden ook wel crevices in de literatuur genoemd. En soms is het echt heel moeilijk te zien of dat nou inderdaad allemaal vrij vlakke granules zijn, of die crevices. En dat blijft natuurlijk moeilijk. Je kan het ook niet meten van komen ze nou echt omhoog, zijn het sessiele stukjes of is het nou echt helemaal vlak. Dat is vaak moeilijk te zien. Dus dat blijft een zorgelijk punt. Ik denk wel dat als je echt heel erg expert op dit onderwerp bent, dat je daar misschien dat onderscheid wel goed kan maken. Maar eigenlijk voor de gemiddelde endoscopist die het juist moet hebben van e-learnings, zal dat inderdaad een moeilijk punt blijven. En dan denk ik dat het vooral heel belangrijk is als we investeren in het herkennen van pseudodepressies, van grote nodules en natuurlijk ook de andere meer microscopische kenmerken van zo'n polyp, dat een endoscopist wel goed een indruk kan geven over zo'n polyp of ze iets bijvoorbeeld verwezen moet worden of niet. Ja. Maar ook de experts waren het lang niet allemaal heel goed met elkaar eens. Hè? Ja. Nog een belangrijk ander iets, wat ik een klein beetje zie als een gemiste kans in deze studie. Je hebt natuurlijk gekeken met high definition witlicht en dan dye spray chromoendoscopie met indigo-karmijn. Waarom heb je niet in die studie ook de optische chromoendoscopie gebruikt die wij eigenlijk in de dagelijkse praktijk gebruiken? Want nu heb je een systeem gevalideerd, wat de meeste van ons toch in de dagelijkse praktijk niet doen. Ja, daar heeft u een heel goed punt. Wij hadden die beelden wel beschikbaar in die tijd. De optical enhancement. Wat natuurlijk ook iets is wat wereldwijd weinig gebruikt wordt. Je had toen toch heel veel MBI in dit veld. We hebben natuurlijk heel nauw moeten samenwerken met de Oosterse groepen. En daar speelde op dat moment in ieder geval die optische systemen dat gebruik nog totaal niet. Daar is nog echt de discipline om bij iedere LST die ze aantreffen, om inderdaad de indigo karmijn uit de kast te laten trekken. En deze lesie echt helemaal je te kleuren. En dan gaan zij die lesie helemaal puntsgewijs beoordelen. Dus het feit dat we dat niet hebben gedaan is ook vooral omdat juist eigenlijk de helft van de experts kwam uit de Oosterse wereld. Dat het daar juist absoluut niet gebruikt werd in de praktijk. En dat zij op dat moment in ieder geval nog zweerden bij indigo. Ja, ik had ook al een beetje zo'n indruk of zo'n idee. Dan wil ik graag nog van gedachten wisselen over hoofdstuk 9. En ook dat gaat over training. En het verminderen van de postcoloscopie coloncarcinomen. En ja, dan de studieopzet is eigenlijk dat het gaat over het herkennen van niet-polypoïde neoplasieën. En uiteindelijk laat u zien dat dat resulteert in een afname van die postcoloscopie carcinomen. Dat heeft u hier net ook mooi laten zien. Maar ik heb in die hele studie helemaal niet terug kunnen zien wat nou het effect van die training is geweest op het herkennen van die niet-polypoïde lesies. Dus mijn eerste vraag die eruit voorkomt, zijn die getrainde scopisten ook daadwerkelijk meer niet-polypoïde lesies gaan herkennen? En een andere vraag die er ook een beetje uit voortvloeit eigenlijk, als dat wel of niet zo is, welke factor draagt nou eigenlijk bij? Want je hebt heel mooi beschreven post-training, wat er gebeurt. Het percentage mist lesies is het hoogste. Maar de andere 50% is de richtlijn niet volgen, het colon is niet schoon. Hoe was dat nou voor die training dan? Want dat bepaalt een beetje wat eigenlijk de grootste impact heeft gehad hier.
Zou u dat kunnen toelichten? U heeft zeker gelijk dat er heel veel cofactoren hier mee kunnen spelen. En daar moeten we ook zeker heel voorzichtig zijn met de resultaten van deze studie. Wat we hebben niet de data van de vlakke polypdetectie rates van voor de training. Die hebben we niet. Dus ik weet ook niet of ze ook echt daadwerkelijk meer vlakke polypen zijn gaan opsporen. Wat ik wel weet is dat we in een andere studie hebben laten zien dat de jaren voorafgaand aan deze periode, dat het aantal PCCRC's per jaar echt heel stabiel was. En eigenlijk pas rond dus die tijd komt er ineens een dip in het voorkomen. Daar spelen natuurlijk inderdaad meerdere cofactoren mogelijk een rol. Rond die tijd zijn we ook betere endoscopen gaan krijgen. We gingen volgens mij rond de jaren over naar de HD-scopen, waardoor ook gewoon het beeld beter was. Qua darmvoorbereiding was denk ik al iets eerder dat we op de 2 liter MoviPrep zijn overgegaan. Dat durf ik even niet zeker te zeggen. Maar er zijn inderdaad wel meerdere veranderingen in die periode geweest. En dat kan zeker meespelen in een betere detectie en daardoor een lager aantal post-coitale kankers. Dat kan inderdaad. Alleen is het effect wel heel groot. En ik denk dus ook wel dat in ieder geval de awareness ook al een hoop heeft toegevoegd hieraan. En dan kan het ook zo zijn dat de techniek ons ook een stuk geholpen heeft. Zeker. Oké, helemaal mee eens. Ik geef het woord graag terug aan de prolector. Dank je wel. Dan zal de oppositie worden voorgezet door dokter Melenhorst, gastro-intestinaal chirurg aan het Maastricht MUMC. En hij was ook lid van de beoordelingscommissie. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, allereerst ook mijn felicitaties voor een prachtig werk. Mijn felicitaties naar u, maar ook zeker naar uw begeleidingscommissie. Het is een heel mooi boek geworden. En er is al voldoende over geteld, over de kaft ook, maar ik vind het bijzonder geslaagd. Ook leuk om te zien dat de zaal vol zit op een woensdagmiddag. Is altijd fijn dat er zoveel publiek komt kijken. Waarschijnlijk omdat het Nederlands elftal ook niet voetbalt. Ook al kun je daar tegenwoordig ook voor thuis blijven. Dat niet meer thuis blijven, je hoeft het niet meer te zien. Maar daar gaan we het niet over hebben. Ik ben sinds kort opleider, heelkunde, weet u misschien. En ik ga ook wat over de training vragen. Ik probeer mijn buurvrouw niet al het gras nog te maaien, zeg maar, voor haar voeten weg. Maar ik wil met u daar naartoe. Mag ik een van uw paren in vragen om stelling 4 op te lezen, alstublieft? E-learning is an effective tool for training endoscopists in applying classifications and will reduce their inter-endoscopist variability. Ja, dank u wel. Als ik kijk naar onze assistenten, dan willen die graag opereren. Dat is wat een chirurg wil, die wil opereren. En eigenlijk niet anders. En ik kan me voorstellen dat het voor maagdarm leven, artsassistenten, dat die ook willen scopiëren of willen interveneren. En die willen geen e-learning doen. Die van mij helemaal niet namelijk. Hoe ziet u dat zelf? Hoe ziet u nou die e-learning en wat betekent dat voor u als assistent MDL? En hoe ziet u dat verder? Want u heeft in hoofdstuk 9 een eenmalige training gedaan. Ik weet dat onze maagdarmlevenartsen hele goede zijn, we hebben ook goed contact. Maar zijn onze maagdarmlevenartsen dan de beste van de regio omdat ze één keer die e-learning hebben gehad? Dus help me eens even hoe dat moet. Voor u, maar ook voor de voortzetting. Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw mooie woorden en ook voor uw vragen. Het is zeker niet zo dat één keer een training dat nou altijd een blijvend meetbaar effect gaat hebben. Je ziet ook wel bij andere studies in dit veld dat vaak het ook maar een kortdurend effect is en dat het ook wel weer wat wegzakt. Ik denk dat het dat sowieso, als je gaat kijken naar die e-learning, was ook het doel van deze e-learning vooral om te kijken of het mogelijk is om die klassificatie toe te passen en of er ook overeenstemming is. Want die klassificatie wordt in de literatuur gebruikt en we gebruikten het ook al langzaam in de kliniek, maar we wisten eigenlijk helemaal niet of het überhaupt een bruikbaar iets is. En dat was denk ik vooral het doel hiervan. Ik heb me geen illusies gemaakt dat met een eenmalige e-learning ineens iedereen hier expert op dit gebied was. Nee.
betreft uw vraag van hoe ik er zelf als IOS in sta, betreft die e-learnings, denk ik dat het een heel mooi alternatief is. Want als het alternatief is dat je iets bij een endoscopie ziet en je moet vervolgens in de boeken gaan zoeken van is dit voorgekomen, plaatjes gaan zoeken, komt dit overeen, dan ben je vaak toch wat meer tijd kwijt dan dat je gewoon een heel mooi overzicht hebt. Waarin er heel veel mooie afbeeldingen staan, waarin uitleg wordt gegeven over wat je ziet. En zo'n e-learning hoeft ook geen uren te duren. Ik denk dat als je deze e-learning toen doorliep, en dan vooral dus die videomodules tussendoor, dat was binnen een uur klaar. Okay. Dan moet je wel blijven oefenen en misschien ook wel weer een keer opfrissen. Maar qua tijdsinvestering kun je met e-learnings best snel, denk ik, een hoger niveau halen dan dat je zelf deze informatie moet gaan opzoeken. Okay. Dankjewel. En heeft dat nu ook een plek in uw curriculum momenteel of in het curriculum van uw mede-collega-assistent, deze e-learning, of is die weg? Nee, hij is niet weg. Die kunnen we gaan gebruiken. Dat hebben we allemaal netjes nog tot onze beschikking. Het is niet dat die standaard nog gebruikt wordt. En ik denk ook dat hij daar misschien een beetje te beperkt en zich te veel focust op de LST's. Maar ik denk wel dat je zo'nzelfde systeem en dan met eigenlijk met alle type polypen, als je het zo wat zou uitbreiden, dan zou het een hele mooi iets zijn om in ieder geval polypenoordeling te leren. Ja, nou, misschien nog een mooi project voor degene die het van u een stokje van heeft overgenomen. Nou, mooi om te zien. Professor Graaps vroeg net aan u, is het nou zo'n groot probleem? En u had het over lateral spreading tumoren. Als ik kijk naar de postcolonoscopie darmkankers, dan zie ik 2 op 1000 en dan wordt dat 0,8 op 1000. Als dat mijn naadlekkagepercentage zou zijn als chirurg, zou ik echt enorm gelukkig zijn. Echt enorm gelukkig, hè? Dan kan de vlag uit. Dus is dat nou zo'n probleem, die postcolonoscopie colorectale kankers? Ik leg alles onder de 4% qua complicaties niet uit aan mijn patiënten. Dus vertel me eens even waarom we nou zo druk moeten maken om dit. Ik denk dat we blij mogen zijn dat het niet zo'n supergroot probleem is. In die zin dat het qua absolute aantallen niet zo'n groot probleem is. En dat laat eigenlijk alleen al zien dat we eigenlijk al heel goed werk doen. Ik denk dat het wel voor de patiënt een soort... iedereen ondergaat een onderzoek en je krijgt allemaal te horen, dan worden de polypen weggehaald en dan kan er geen darmkanker meer groeien. Nou, ik denk dat heel weinig patiënten zich beseffen dat is geldt eigenlijk voor bijna alles wat we in de geneeskunde doen, maar dat niks 100% is. Dat blijft altijd een risico. Ik denk wel dat het daarom ook belangrijk is om te weten dat als patiënten daarna toch weer suggestieve klachten hebben of wat dan ook, dat ze zich wel moeten melden en niet moeten denken, dat kan niet. Mijn darm was schoon, daar zit niks meer. En ik denk dat het ook altijd een mooi streven is om dingen die al vrij goed gaan, om die nog beter te kunnen krijgen. Oké, okay, dank u wel. Heb ik de laatste vraag en dan geef ik het woord terug aan de prorector. Ik zat natuurlijk gisteravond laat nog te googlen en coloscopie op te zoeken. En dan kwam ik op de Maag-Duim-Lever Stichting, de MLDS Stichting. En daar staat bij, een internist of MDL-arts doet de coloscopie. Dat staat er. En ik krijg een hele makkelijke vraag. Is er nog een plek voor een chirurg om scopieën te doen? En dan ga ik het niet hebben over die internisten. Is er nog een plek voor chirurgen? Daar zijn al eerdere studies over gepubliceerd. Ik denk dat als je gaat kijken naar de tijdsinvestering die een chirurg kan leveren, dat je nooit zoveel exposure gaat hebben als een dedicated MDL-arts. Daardoor denk ik dat het veel moeilijker is om aan de kwaliteitsmaatstaven te gaan voldoen voor een chirurg dan voor een MDL-arts die dit 3-4 keer per week doet. Oké, okay. Ik dank u voor uw antwoord. Ik geef graag het woord terug. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan een MDL-arts, dokter Kruimel, MDL-arts aan Maastricht MUMC. Geachte meneer de promovendus, in de eerste plaats wil ik u en uw promotieteam feliciteren met dit mooie proefschrift. Een groot compliment voor een promovendus is dat zijn proefschrift actueel is en ook door collega's wordt aangehaald. Nu gisteren
kwam het proefschrift, zoals dat hier ligt, in ons ochtendonderwijs aan de orde in Maastricht. Collega Hoge besprak toen de nieuwe richtlijn follow-up colonpolypen en coloncarcinoom. En ze benoemde ook dat na eerdere e-learning er tijd was voor opnieuw onderwijs. En gelukkig, zeiden we, promovendus Bogie gaat komen in 2023 terug naar Maastricht. En we zullen hem ook vragen om ons opnieuw een rol te spelen in het onderwijs over colonpolypen, want dat doe je eigenlijk heel erg goed. En ja, er is inderdaad nood aan nieuwe bijscholing. Ik had daar nog andere vragen over willen stellen, maar die zijn al uitgebreid aan de orde geweest. En daarom wil ik je paranimf, en niet Hao Rancheng, maar de andere paranimf, vragen om stelling 7 voor te dragen, want ik heb daarover 3 korte vragen. To reduce the environmental burden of endoscopy, reducing the number of unnecessary endoscopic procedures performed is likely to be the single most effective route. Bedankt. Nou, in deze stelling wordt benoemd dat wel dat er onnodige endoscopieën gebeuren en dat het heel goed zou zijn, een goede methode zou zijn om te gaan werken om die onnodige endoscopieën af te schaffen. Waaraan denkt u dan, promovendus, over welke endoscopieën gaat dat, gebruikmakend met de kennis in dit proefschrift? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw mooie woorden. Ook dank voor uw vraag. Ja, de stelling slaat enerzijds natuurlijk ook op coloscopie. Bij coloscopie doen we mogelijk soms net een beetje te vroeg de surveillance of misschien ook wel bij patiënten die eigenlijk strikt genomen volgens de richtlijn daar niet meer aan voldoen. Nou, die richtlijn die is ook wat strenger geworden voor surveillance coloscopie. Ook omdat waarschijnlijk de baseline coloscopie van betere kwaliteit zijn. Nou, en dat zijn natuurlijk al sowieso zetten die nu gezet gaan worden, waardoor het aantal coloscopieën een stuk kan dalen. Ik had het natuurlijk met die stelling ook voor een deel natuurlijk over de gastroscopieën. Ik denk dat daar nog een hoger percentage aan gastroscopieën wordt uitgevoerd waar niet zo'n hele goede indicatie voor is. Ik herinner me de Nijmeegse studie, dan is het zelfs een merendeel waar uiteindelijk niks uitkomt bij gastroscopie wegens klachten. Het zijn natuurlijk wel procedures die maar heel kort duren. We zijn er zo klaar mee, maar daar gaat natuurlijk wel een hele reiniging vooraf heel veel disposables die worden uitgepakt. Nou, de beste groene interventie die je kan doen is natuurlijk minder verrichtingen doen in plaats van heel veel moeite doen om de verrichtingen zo groen mogelijk te maken. Nou, en ik denk dus tot dat het ook voor een groot deel op die scopieën slaat. Dus enerzijds natuurlijk moeten we de nieuwe richtlijn, die wat strenger wordt voor wanneer iemand een surveillance coloscopie krijgt, dan strikt gaan toepassen, dan daalt het aantal coloscopieën. En we moeten misschien ook eens kijken naar, vooral vaak van de huisartsgastroscopieën, of we dat niet misschien toch op een andere manier kunnen doen, waardoor we de gastroscopieën overhouden die echt een goede indicatie hebben. Ja, nu is het zo dat patiënten die hebben bepaalde verwachtingen, en daar hadden we het gisteren ook over. De verwachting van de patiënt is als hij eenmaal gehoord heeft van de coloscopie die moet over 5 jaar gebeuren. En wij moeten op een gegeven moment door nieuwe inzichten dan een ander verhaal gaan vertellen. Bijvoorbeeld, het hoeft pas na 10 jaar. Dat is aan de ene kant het probleem. Aan de andere kant is het probleem dat MDL-artsen kunnen gaan denken van oké, dat is productieverlies, moet dat wel zo? Dus dat zijn twee grote problemen die ook in deze stelling benoemd worden. En mijn vraag is eigenlijk van hoe zou je enerzijds voor de dokters adviezen kunnen geven hoe die welke maatregelen je zouden kunnen treffen om de verwachtingen van de patiënten bij te stellen. Aan de andere kant, wat doen we nu aan die MDL-artsen die bang zijn dat ze minder gaan kunnen scopiëren? Betreft die verwachtingen bij de patiënt, denk ik inderdaad dat die overgangsperiode zal even moeilijk worden. Wat ik zelf merk in de praktijk is dat het ook vaak een irreële angst is bij de patiënt, die je ook kan uitleggen hoe groot nou eigenlijk
de kans is en wat de consequenties zijn. Zeker we doen vaker nog surveillance coloscopieën bij mensen van rond de 80 die dat heel graag willen. Maar als je dan uitlegt dat we alleen een klein polypje verwachten die nog minstens 10 jaar nodig heeft om überhaupt iets serieus te kunnen worden. Dan dan ook toch dat het wel mogelijke complicaties heeft, dan denken ze er al vaak anders over. Daarbij speelt ook nog wel eens mee dat patiënten heel vaak dan een jaartje eerder komen voor surveillance, want ze hebben weer een periode buikpijn gehad. En dat speelt ook vaak nog gewoon de overtuiging, ik heb buikpijn, dus dat zal een nieuwe polyp zijn. Als je hun dan uitlegt dat de polyp niet die klachten veroorzaakt en dat er geen reden is voor een coloscopie te doen, dan kun je toch van een deel van deze coloscopieën kun je dan voorkomen. Maar het kost natuurlijk wel heel veel tijd om die patiënt erin te begeleiden. Ja, daar was ik net aan het denken, hè, want onze poli, hè, wij willen die wachtlijsten zo kort mogelijk hebben, met zoveel mogelijk mensen bereiken. En dit komt een ontzettend hoop werk op ons af als wij individuele patiënten steeds moeten gaan uitleggen. Hè, een consult van een kwartier minstens om uit te leggen van die scopie is niet nodig. Kunt u nog andere zaken bedenken die het ons makkelijker maken om het meer aan de populatie duidelijk te brengen het veilig is om dat interval wat te gaan verlengen? Ook daar zou misschien wel de rol van internet internetrol kunnen spelen. Dat ze toch wat meer uitleg daar krijgen met voorbeelden. Roel Boki, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Take the mileage, traveling so far from home. Gathering knowledge, other connections. I put the time in to get everything I ever hoped for. It's a challenge and we all in. It's a better future than we go for. Even though these nights seem long, I know that I am never on my own. Though you've won the battle once you've grown. Long road to the south side,
10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Jullie mogen nu al dadelijk, als zij gaan zitten, mogen jullie ook zitten. Roel Boghi, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd,
heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Masclee is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u, Roel Marie Michael Bogi, te bevorderen tot dokter en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Zeer geleerde dokter Bogi, beste Roel, van harte gefeliciteerd met het behalen van je doktersbul. Onze felicitaties gaan daarbij natuurlijk ook uit naar je partner Evelien, naar je ouders, je familie en vrienden. Vandaag stond jij, gedreven onderzoeker, voor de katheter zoals we je kennen. Bescheiden, misschien zelfs wat timide, maar laat je daardoor niet misleiden. Want Roel is een expansievat met kennis en inzicht en ervaring. Je verdediging vandaag was het bewijs van je vele kwaliteiten. Maar bij een promotie heb je natuurlijk nou eenmaal niet zelf alle regie in handen. Is niet alles vooraf geregeld en zijn er verrassingen. Maar je hebt vandaag laten zien dat je ook prima kunt volgen. Je laat je niet verrassen en je schakelt snel. Je bent geboren in en getogen in Limburg, in Geleen om precies te zijn. En je bleef in het zuiden om geneeskunde te studeren. En tijdens je geneeskundeopleiding kwam je voor een wetenschapsstage terecht bij de maag-darm-leverziekte, bij dokter Silvia Sandoliano. Het was 2014, het jaar waarin het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland werd gestart. Silvia was volop actief op colorectaal gebied naar onderzoek om de kwaliteit van coloscopieën te verbeteren, naar vlakke polypen en om de oorzaken van postcolonoscopie darmkanker op te sporen. Je was als stagist zeer bescheiden, niet op de voorgrond staand, maar je maakt indruk door je aanpak, inzet en kennis. Sylvia hield een warm pleidooi om je te behouden en we boden je een promotietraject aan waarbij de firma Pentax bereid was je financieel te ondersteunen. Laten we eens nader kijken naar wat jou als persoon in die onderzoeksperiode kenmerkte. De eerste plaats, origineel en creatief. Je weet originele onderzoeksvragen in een prachtig design te vertalen, dat onderzoek uit te voeren en goed op te schrijven. En dat heb je op heel veel gebieden gedaan. Van kwaliteit van coloscopieën, het systematisch trainen van endoscopisten, over de vlakke polypen tot zelfs de moleculaire biologie van die darmkankers aan toe. Dus wetenschappelijk en klinisch zeer relevante resultaten. Een tweede kenmerk, echte techneut en IC, expert en vraagbaak en gewild probleemoplosser voor alle technische knelpunten in de MDL-groep. Chapeau daarvoor. Een derde kenmerk, collegiaal en ondersteuner. Wat opvalt in je mooie publicatielijst is dat je van vele markten thuis bent. Je hebt over tal van topics buiten je eigen onderwerp gepubliceerd, anderen geholpen bij veelal complexe analyses. En de onderwerpen gaan van antibiotica bij COVID-infecties, via psychiatrische stoornissen bij PDS, het testen van nieuwe endoscopieapparatuur, het opzetten van een coloscopie-database, tot het schrijven van een KWF-subsidie, die dan ook nog wordt toegekend. Dus je hebt vele collega's, promovendi, ingewerkt en geholpen om hun onderzoek af te ronden.
Zoals je anderen hebt geholpen, ben jij ook ingewijd in vele zaken door je kamergenoten Bouke S. en Chantal L. Je zat letterlijk tussen hen in en je hebt met rode oren geluisterd als ze over jouw hoofd heen op de maandagochtend hun, laat ik zeggen, weekendbeslommeringen uitwisselden. Je leercurve in tal van praktische onderzoeks- en levenszaken was steil. Mogelijk dat die maandagochtenden daaraan hebben bijgedragen. Punt 4, een snelle leerling dus. Je legt de wetenschappelijke lat hoog. Dat heeft Sylvia je geleerd. Aan een manuscript schaaf je net zo lang tot de boodschap optimaal is verwoord. De laatste fase van je onderzoek was zwaar. In combinatie met klinische taken. Je hebt dat vol verve gedaan, avonden en weekenden doorgewerkt, onverstoorbaar op het doel af. Vijfde kenmerk, een doorzetter die daarmee het succes afdwingt. Ik ben geïntrigeerd door je stelling nummer 9. Only dead fish go with the flow. Wat betekent die stelling? Met de stroom mee, dat gaat vanzelf, maar dan bereik je ook niks. Maak keuzes, ga desnoods tegen de stroom in en kies je eigen route. Als dat je levensmotto is, dan komt het wel goed. Dan baan je je eigen pad. Dus punt 6, onafhankelijk en oorspronkelijk. Je hebt je promotie afgerond, je bent over 1 tot 2 jaar MDL-arts. Je partner Evelien gaat op korte termijn haar proefschrift verdedigen, ook op MDL-gebied. Zorg dat je er dan bent voor haar en voor jullie kleine spruit die over enkele weken geboren gaat worden. Voor nu, no more hide and seek op je studeerkamer of achter je laptop. Alle aandacht voor je gezin. Waar je in de coloscopie zoektocht naar polypolypen, hebt bijgedragen om niet langer ruimte te geven aan die hide and seek, mag je thuis binnenkort zo vaak verstoppertje spelen als je wil. Neem daar de tijd voor en geniet daarvan. Ik wens je het allerbeste qua carrière en privé. Dank u wel. Dokter Bogy, het is mij een genoegen om u ook namens de Universiteit Maastricht van harte te feliciteren met deze nieuwe titel en met de waardigheid die u verworven hebt. Het is duidelijk geweest het voorbije uur dat u op wetenschappelijk gebied geen verstoppertje hebt kunnen spelen het voorbije uur. En gelukkig moest u niet beoordeeld worden door Plato, maar hebt u wel de promotiecommissie kunnen overtuigen van uw kennis op het gebied van intestinale pathologie. Van harte geluk gewenst en de universiteit wenst u alle succes in uw verdere carrière. Hiermee eindig ik deze academische zitting. Wij gaan zo dadelijk de jonge dokter kunnen geluk wensen tijdens de receptie. Maar vooraf zullen wij met de promotiecommissie nog een foto maken hier in de aula. Zodat ook onze online collega aanwezig kan zijn. En vervolgens wordt er een foto gemaakt van de promotiecommissie op de trap in de centrale hal. Hiermee sluit ik deze academische zitting.